clock my days. Like a boss. Sun rays. Like a boss. I tap the phone. Like a boss. Coffee's on. Like a boss. I'm... Boys and girls en alles wat er tussenin zit. Welkom bij weer een nieuwe video. Of een vlog. Wat een stom woord eigenlijk, een vlog. Maar dat maakt niet uit. Heeft ooit iemand bedacht. Een videologboek volgens mij, dat is de afkorting ervan. Ik ga vandaag bezig met mijn Ford Mondeo. Zoals jullie laatst konden zien. Bij de video van Admir kwam de pakketjes meneer. Een pakketje voor jou. Ik zei, hey, bedankt, super aardige jongen. En die bracht mij een pakketje waar ik zei van, er moet nog iets gebeuren aan mijn eigen auto. Namelijk, ik heb laatst 4 nieuwe banden laten monteren. Die kwam hij niet brengen. Daarvoor ga ik niet naar een of andere vage bandensite toe op internet. Nee. Mooi naar Arjan Mensink. En kijk eens. Henkoek. Ik heb er 4 hagelnieuwe Henkoeks onder laten zetten. Motivatie kwam er verdomd goed uit een test. Want daar heb ik naar gekeken. Dit zijn gewoon zomerbanden. Geen 4 seizoenenbanden. Ik ben nog een van de oude stempel. Ik doe echt ouderwets winter- en zomerbanden. Is mijn mening. Is gewoon wat beter. En mijn Michelin Alpine Stars zijn perfecte banden nog steeds voor in de winter. Wat zag ik namelijk bij mijn auto toen ik bij Arjan Mensink was in Wierden? Mijn achterremblokken, die zijn dun. Nog niet versleten, maar verdomd dun. En mijn voorremblokken mankeert helemaal niets aan. Nee, die zijn er allemaal in dezelfde tijd opgezet. Dus mijn achterremblokken slijten harder dan mijn voorremblokken. Hoe kan dat nou? Nou, de meeste kilometers rijd ik met Kelvin. Dus ja, dat is gewoon een feit. En dan slijten die blokken gewoon wat harder. Is dat allemaal erg? Nee, want ze zitten er echt al best heel lang op namelijk. Remblokken heb ik hier liggen. Firma AT. Premium blokken. Gewoon goede blokken zijn dit. Kun je zien, mooi stuk dikker. Ze zitten nu iets over de helft, ik misschien denk 30-40% zo'n beetje. En mooie nieuwe geleideplaten erbij en nieuwe bootjes erbij. Gewoon een mooi setje wat goed is. En die blokjes, ik had nog meer dingen besteld. Ik heb alles gewoon besteld, ben ik heel eerlijk in. Kfz-teilen 24 in Duitsland, oftewel de Carpado. Ik koop ook wel eens wat in Nederland, maar ja, ik kan het geld ook maar 1 keer uitgeven. En ik ben gek op geld. Dus ja, dan koop je eens een keer wat als je meer onderdelen nodig hebt. Zo'n beetje filterwerk gekocht voor de auto. En nog een paar dingen meer wat ik nodig had. Een schakelaartje voor in de auto van een oudere video. Die heb ik daar nog weggehaald, zelfs kun je nagaan. Dus dan koop je een keer zoiets daar zo. Nu in ieder geval ga ik de remblokken demonteren. Speciaal gereedschap voor nodig. En ik laat jullie even zien hoe het verder allemaal in zijn werk gaat. Deze Remco heeft 2 geleidepennen. Die moet je even tegenhouden. Je kunt al zien, ik heb deze al even een stukje losgedraaid hier zo. Ik heb hiervoor een steeksleutel van een merkloos, naamloos ding. Waarom? Deze is mooi dun. De snap-on wat ik heb, die zijn gewoon veel te dik. En die kan je net niet hier tussen dit, hoe zal ik het zeggen, tussen de remklauw en deze pen. Past hier net niet tussen. En deze sleutel gaat prima. Je kunt wel zien, het bootje gaat er helemaal niet voor geen meter. De andere daarentegen, oh nee, daar kom ik ook niet op. Ik had al een sleutel gepakt. Die draai ik ook nog even los. Even een tikje. Deze even tussen. En schroeven maar. Soms is het ook wel fijn om eens een keer ouderwetse handwerk te doen. En niet continu allerlei geluidjes te maken. Kijk, die eruit. En die is ook weer klaar. Dit bootje zit er nieuw bij. Gooi hem even in het bakje. Nou, nu moet even de klauw eraf. En je ziet al, die schuif je zo voorzichtig aan de kant. Maak niet te veel knikbewegingen hiermee. Ik leg hem even iets aan de kant neer. Niet te veel. Nou goed, dit knikje kan wel, dat is geen probleem. Dit is jouw remleiding. Hè? Dus hier komt jouw remvloeistof door. En dit is jouw handremkabel. Wanneer je dus een handrem trekt, trek je die dus naar buiten toe. Nou, dan zie je de remblokken hier. Ja, die zijn aardig op weg. Die zijn bijna versleten. Ik haal ze eruit. Samen met de plaatjes. En toch haal ik even... Want als het allemaal snel gebeurt, doen ze het vaak bij bepaalde fast fitters, om maar zo te zeggen. Snel, een keer met de borstel erdoor wegwezen. Wat ik even doe, ik draai even de 2 bouten los van deze remzadel, remtang.
En dan kan ik deze even in de bankschroef zetten, eventjes mooi schoonmaken. Kijk, hij valt al terug. Ik zet hem even aan de kant neer. Goed. Even een stukje over deze remklauw. Je kunt je voorstellen, als je bijvoorbeeld remt, gaat deze zuiger dus naar buiten. Via die geleidebussen die hier zitten, kan de boel bewegen, waardoor beide remblokken tegen deze remschijf, dus aan twee kanten aankomen. Hier een remblok, daar een remblok. Je remt dus, hij gaat naar buiten en omdat dit kan bewegen, drukt hij dus aan beide kanten die remblokken mooi vast daar tegenaan. Nou, heel mooi. Deze remzuiger kun je nu proberen terug te duwen, maar dat lukt niet. Waarom lukt dat niet? Er zit hier binnen een systeem in dat het voorkomt dat die remzuiger terug kan. En waarom is dat gedaan? Ja, wanneer je de auto op de handrem zou zetten, moet hij dus mechanisch naar buiten komen. Dan druk je het niet met de vloeistof, maar mechanisch naar buiten. En dan mag die zuiger natuurlijk niet teruglopen. Wat hebben ze daar gedaan? Ze hebben een soort draaimechanisme binnenin gemaakt. Je remt, die zuiger gaat naar buiten en binnenin verdraait zich een soort spindeltje. En die blijft eraan zitten. Het enige wat je nu moet doen om deze weer terug te kunnen draaien, heb je nou is er een methode voor. Je moet en drukken en draaien tegelijk. Nu zijn er mensen, ik deed vroeger ook toen ik het gereedschap niet had en vooral in het begin toen ik net begon te sleutelen. Je pakte een tang, een waterpomptang hierop zetten, je beschadigde alles en met een leemtang en knooi en draaien, drukken tegelijk. Nou, tegenwoordig het gereedschap, lang leven, internet, Alibaba-land, het kost geen trol meer. En ik heb hiervoor zelfs ook nog een heel mooi stukje gereedschap. Gereedschap wat ik heb, heb ik wel, en dat is leuk, ouderwets eens een keer weer, mijn luchtcompressor nodig. Ik heb lucht nodig. Ik kan er namelijk, ik heb in de gele auto een mechanisch stukje gereedschap. Dat wil zeggen een spindeltje die drukt en draait. Maar hier heb ik een ander stuk gereedschap. Pak hem er even bij. Applicatielijst. Welk type heb je nodig? Ik kan wel eens even kijken. Nou, ik weet sowieso al. Het is bijna altijd dezelfde die je gebruikt. Kun je ook wel zien aan de kleur vaak meestal. Die of die. Je ziet hier een apparaatje met een knop erop. Ontlast en belasten. Luchtslang aan deze kant erop. Ik neem even deze mee. Mocht je nou bijvoorbeeld een zuiger terug willen drukken zonder verdraaien, dan kun je deze gebruiken. Dan zet je hier gewoon op. En die drukt dan de zuiger, dus zo als het ware, naar buiten toe. 9 van de 10 keer is deze het, of deze. En de rest, ik heb ze nog nooit gezien eigenlijk. Nu even kijken voor een goede pasvorm. Past deze erin? Die past erin. Of deze, die lijkt me heel ietsjes korter of kleiner. Die past ook zelfs. En dat kan nog beide allebei. Maar dan pak ik toch diegene met die dikkere aansluiting, dikkere pinnetjes erop. Deze klem ik hierin. Dan pak ik de luchtslang erbij. Ik klik hem erop. Wanneer ik hem nou indruk, gaat hij gelijk naar buiten. Dat is de bedoeling ook. Luchtdruk er even af. En ik zet hem er eventjes in. Ik zet hem erin. Ik druk nu op de knop. Hij zit mooi aan. En ik hou hem nu even als het ware vast in die stand. Nou, nu is het misschien wat lastig te zien voor jullie. Nu moet ik met de camera met mijn hoofd er misschien tussen. Ongeveer. Deze hou ik ingedrukt en deze draai ik. En dan zie je, oh kijk, als je hier binnendoor kijkt, kun je het mooi zien. Dan zie je hem nou gewoon naar binnen gaan en tegelijk teruggaan. En op het moment dat hij in de aanslag is, dan kan hij niet verder, dan kun je wel draaien. Maar er gebeurt toch niks meer. Nou, we gaan even kijken bij de oude remblokken. Soms heb je namelijk remblokken waar een gaatje in zit. Je ziet hier wel gaatjes in, maar die zitten alle vier. Daar bijvoorbeeld of pinnetjes op staan die dan in de zuiger moeten vallen, zodat die ook niet kan verdraaien. Bepaalde merken auto's hebben dat. Zit hier niet op. Die kan terug. Deze kant kan weer terug. Wat ik doe, ontlast hem. Haal hem terug en ik haal hem eraf. En je ziet, hij staat mooi. Ah, kijk. En nu wil ik hem natuurlijk stiekem ietsjes verder verdraaien. Maar dit vind ik natuurlijk mooi dat hij mooi in lijn staat. Bijna iets terug. Oh ja, als je terugdraait, heb je kans dat hij er weer uitkomt. Dat kan zo theoretisch kunnen, maar dat gebeurt toch niet. Kijk, mooi. Dit vind ik mooi. Vroeger bij de hele oude Volkswagen Golf type 1'tjes had je nog wel eens een keer dat hij dan dat hij echt in een bepaalde stand moest staan. En wanneer je nieuwe remblokken monteerde, moest je de speling ook opheffen. Dus bij deze niet nodig. Je monteert de blokken straks. En je zet er gewoon even nieuwe
nieuwe blokjes in en je pompt hem weer op en het is klaar namelijk. Deze boot die zit hier heel mooi vast in. Dan moet ik eigenlijk, om die boot eruit te krijgen, moet hij los. Dat ga ik echt niet doen. Die boot die kan er zo weer aan. Geen enkel probleem. Ik wil dus even deze remdrager, de drager voor jouw remklauw, of je remblokken, even losdraaien. Twee keer dopje 15 met de ratel. Boten kunnen heel erg vastzitten. Heb ik hier voldoende ruimte voor de ratel of voor de lengte? Ik denk het wel of net niet. Nee, oh, de korte kast kan er zelfs wat tussen. Even kijken hoe vast die boten zit, of ik ze los kan draaien met de gewone ratel. Zo jongens, die zit vast. Ik pak even een ander stukje gereedschap erbij. Hartstikke idee. Ho, ho, ho. Ja. Tjonge, jongen. Nou, die was niet losgetrild in ieder geval. Even om. Ik wil dit dus even schoon hebben, de aanlegvlakken. Je kunt wel zien, er zit een beetje roest op. Met een staalborstel en even met een vijl puur even netjes schoonmaken. Zodat dit er straks weer goed in één keer mooi op past. De plaatjes. Nou, wat toen gaat, dus wat ik al zei, zet ze er goed in. Die veertjes, die blikjes, worden nog eens een keer niet, bij de montage niet goed blijven zitten. En zo kun je er heel makkelijk bij komen. Hetzelfde die andere, je kunt al zien, er zit een bepaalde laag op. Lijkt wel dat het een soort anodisatielaag is. In ieder geval tegen piepen, tegen roesten. En ook de andere kant drukt hem er mooi op. En hij zit mooi op zijn plek. Waar je even goed naar moet kijken, deze bussen, die kan ik er ongestraft uithalen. Zijn ze niet verroest, zit er nog vet in. Als er vet in zit, niets meer aan doen. Hier zit ook het keramische vet in wat ik gebruik. En nu ik toch over keramisch vet heb, hier heb je de ceramic paste. Speciaal dus voor de montage van remblokken. De discussie krijg je gelijk weer, kopervet, dat kun je ook rustig gebruiken. Hier staat ABS systemen met een vinkje ervoor. ABS systemen zou niet goed gaan met kopervet. Nou, voor de remmerij maakt het niks uit. Het enige wat om gaat is namelijk, mocht er door bijvoorbeeld de hitte of door vervuiling kopervet op jouw ABS-sensor komen, dan kan het een probleem geven. Ik wil daar nog een keer mee gaan meten met een wat oudere auto en kopervet op de sensor smeren en kijken wat dat geeft voor een ellende. Maar goed, dat even terzijde. Remblokken komen er straks dus mooi zo in te zitten. En die zitten iets, je kunt ze wel bewegen, maar ze zitten wel iets mooi klemmer in. Ja, niet dat ze vastzitten, hè, maar ze moeten terug kunnen gaan. Maar het gaat er dus puur om dat het niet begint te klappen en te doen. Eén aan die kant, één aan deze kant. Je hebt dus bij deze geen verschil tussen binnen- en buitenblokken. Nou, en om eventjes het verschil duidelijk te laten zien, pak ik de oude blokken er nog even bij. Oude remblok en nieuwe remblok. En je ziet, ja, het is absoluut over de helft, dat wel. Maar ik vind het mooi op tijd om ze te laten zitten. Dit vind ik gewoon weer, dat doe ik niet, zo zit het niet in elkaar. Deze remklauwdrager kan eraan. En bij de montage doen we dan even straks een beetje van die ceramic paste. Dus richting de auto. En oh ja, eerst ook even kijken, hoe vast moeten nou deze boten? Is het aanlegvlak nog mooi schoon? Dat is het. Beide zijden, heel mooi, op ieder geval deze kant. En hoe vast moeten die boten? Maar nu eerst weer richting de auto. Nu heb ik natuurlijk weer zo'n tik-tak momentje met het vastdraaien. Maar wanneer ik kijk hier, de rear brakes caliper, de guide pinballs, 36, 35 Nm, dat zijn die kleine bootjes, die M8 bootjes, best strak trouwens.
Mounting bracket bolts, de brackets, 110 newtonmeter. Hier, de road wheel nuts, 140 newtonmeter. Dat zijn je wielmoeren. Leuk, hè? Maar 110 newtonmeter vind ik eigenlijk voor relatief voor die kleine boten, ja, kopje 15, best nog veel. Ik ga ze gewoon even controleren met de momentsleutel. Ik ga ze even vastdraaien met de momentsleutel en dan moet dat goed komen. Dus ik draai ze even iets los en dan trek ik ze even precies op die 110 newtonmeter vast. Dat is één. Twee. Ik heb hier een hele mooie nieuwe remblok. Ik doe aan de oortjes, dit noemen ze de oortjes, doe ik een beetje van die pasta, van die ceramic paste van NPM. Doe er zeker niet te veel aan, want te veel trekt stof aan. En feitelijk wanneer je een nieuwe auto koopt, zie je zelfs dat er eigenlijk bijna helemaal geen, zelfs niets aan zit. Maar vaak nieuwe auto's beginnen wel te piepen. Aan de binnenzijde, dus aan de kant, niet hier aan natuurlijk, duh. Wel aan de andere kant hier zo, doe je een beetje pasta aan wat tegen de remzuiger aankomt. Dat verhindert namelijk het vastzitten en vooral nog eens een keer het piepen. Klik hem erin, dan kun je wel zien, er zit mijn hele vinger er weer onder natuurlijk. Even de vingertjes weer afvegen. Zo. Andere kant, precies hetzelfde, alleen ja, daar heb je geen remzuiger, maar wel twee andere aanrechtvlakken. Aan raakvlakken. Ook aan de buitenzijde, niet te veel. Puur even voor de aanraking. Hier klik ik hem er even in. Moet je goed kijken natuurlijk hoe je hem erin zet. Klik. En je kunt toch zien dat hij, waar ik mij een beetje op verkeken heb met de oude blokken, dit zit eigenlijk al best wel ver naar binnen. Terwijl het nieuwe blokken zijn. Dat is hoort zo. Er zou een theoretisch dikkere blok in kunnen, maar dan is de klauw moet dan weer groter zijn. Wat ik hier ook nog doe, hier ook nog een beetje pasta aan het raakvlak. En that's it. Niet meer, niet minder. Want hoe meer je eraan doet, hoe meer kans dat vuil blijft hechten. En vuil daartussen wil je eigenlijk niet hebben, want het zit al in de open lucht. Maar het scheelt enorm dat dit RVS plaatjes zijn. Nu dan, het terugzetten. Kan ik deze boten toch nog uitkrijgen op de een of andere manier? Wil ik dat zo graag? Dan moet ik die remklap loshalen. Ik vind het wel goed. Ik zet hem eroverheen en dan zie je gelijk al eigenlijk dat hij helemaal teruggedraaid is, dat je heel weinig speling hebt. Dus dikkere remblokken passen hier simpelweg niet tussen. De boot erin, boven en onderin. Precies de 38 newtonmeter of 34. Tik-tak. Tik-tak. Wat ervoor staat. Zoals je ziet, mooi een beetje speling nu wanneer je een paar keer gaat remmen, gaat die zuiger naar buiten. En dan komt hij er tegenaan. Vooral niet vergeten voordat je gaat rijden, dat je eerst even je remmen gaat bedienen. Doe je dat niet, dan gaat het gegarandeerd verkeerd en je vliegt de eerste keer rechtdoor, want je hebt geen remdruk. Eerst je voetrem een paar keer bedienen, daarna je handrem. Want het kan zo zijn bij sommige klauwen, als jij je handrem gaat bedienen, dat het binnenin niet goed gaat. Het is gewoon een zekerheid die je voor jezelf even moet nemen. Dus niet aan die handrem trekken en een paar keer bedienen. Ik zal nu even een paar keer de rem intrappen en dan kunnen jullie met de camera zien, op beeld zien hoe dat gaat. En daar gaat hij. En het zit weer mooi op zijn plek. Super. Nu de andere kant.